En donderdag worden in de Zuiderkroon in Antwerpen de Sims Awards uitgereikt. Genoemd naar 's werelds populairste computerspelletje. Vorig jaar werden acteur Kurt Rogiers, Miss België Julie Taton en zangeres Belle Perez bekroond. Dit jaar zijn onder meer Peter van Asbroek, Natalia, Katja Rutzijn en Erik van Looy genomineerd. En donderdag worden 5 Sims Awards uitgereikt. Voor de prijs van sympathiekste acteur komen onder meer Werner de Smet, Peter van Asbroek en Herman Verbrugge in aanmerking. Xandy en Natalia zijn genomineerd als sympathiekste popster. De ex-Miss Belgiërs Veronique de Kok, Ellen Petrie en Joke van de Velde maken kans op de prijs voor sympathiekste fotomodel. Erik van Looy en Katja Rutzijn zitten in de trommel sympathiekste tv-persoonlijkheid. En voor de award van sympathiekste familie zijn onder meer het geslacht De Pauw, Kaat en Co en De Pfafs in de running. De volledige lijst genomineerden vindt u op onze website. Daar kan u ook uw stem uitbrengen. En wie donderdag de uitreiking zelf wil bijwonen in de Zuiderkroon, moet nu bellen naar ons wedstrijdnummer 0900 288 22. We hebben 100 duo-tickets en 15 VIP-duo-tickets in de aanbieding. En in de Zuiderkroon in Antwerpen waren er gisteren ook prijzen te winnen. Het populaire computerspelletje Sims reikte voor de tweede keer zijn awards uit. Iedereen vond dat Erik van Looy nu ook wel eens in de prijzen mocht vallen. En Tom van Landuit wou niet onderdoen voor echtgenote Angela Schijf. Maar er waren nog veel meer populaire en bekende mensjes. Ik ben genomineerd voor de sympathiekste, acteur. Ik ben genomineerd blijkbaar in een categorie van sympathiekste model. Dus komen we eens een kijkje nemen. Hè? Wat betekent dat sympathiek zijn? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met ja, hoe dat je met je publiek omgaat. En ja, dat je daar open mee omgaat. En ja, niet de klootzak uithangt of zoiets. Dag dames en heren en hartelijk welkom bij deze Sims Awards 2004. Ik ben genomineerd voor het sympathiekste fotomodel. Raar, maar waar niet. Ja, ik ben wel sympathiek, maar ik denk niet dat ik zo overkom. De mensen die mij kennen, die vinden mij wel sympathiek en zo, maar ik denk niet bij tv kijkend of weet ik veel wat, boekjes lezen in Vlaanderen, dat ik zo sympathiek overkom. We gaan eens kijken wie de winnares is als sympathiekste fotomodel. Ellen Petrie. Zo'n hebbedingetje. Dat is wel eens altijd plezant. Zeker omdat nu award 2004. Ik heb dan ook juist het atleetkroontje gewonnen van 2004, dus dat is wel plezant. Een leuk jaar eigenlijk voor mij, ja. Wat vind je ervan dat je hier genomineerd bent? Ik was enorm verrast. Vooral de categorie. Sympathiekste tv-persoonlijkheid. Ik weet echt niet wat dat is, een sympathieke televisiepersoonlijkheid. Ik wist niet dat ik het was. Ik ben ook maar genomineerd, dus ik weet niet eens of ik ga winnen. Maar ik denk dat het zoiets is als Erik van Looy. Dat is echt een hele sympathieke mens. In de categorie sympathiekste tv-persoonlijkheid gaat de Sims Award naar de liefste mens ter wereld, Erik van Looy. Het is triestig natuurlijk, hè, want ik wil eigenlijk al mijn leven een heel onsympathieke mens worden en is goed mijn gedacht zeggen en misschien eens vechten voor de eerste keer in mijn leven. Maar het lukt me niet. Hè. En nu win ik nog de sympathiekste mens. Enfin, dat bewijst dat ik zeer goed doe alsof ik sympathiek ben. Hè. Om genomineerd te zijn is het altijd plezant natuurlijk, maar... Ik denk dat er maar 5 bekende families zijn in Vlaanderen, dus daar ben ik al bij, dat is al 1. En dat je daarbij genomineerd bent, is dat fantastisch. Er zijn titanen genomineerd als de Pfafs in de plankaarts en ik vrees dat we tussen de mazen van het net zullen glippen vanavond. Maar toch, we hopen erop. Hè. De winnaar in deze categorie voor meest sympathieke familie gaat naar de familie Pfaf. Ben jij sympathiek? Ik denk dat toch. Mijn mama heeft dat toch altijd gezegd. Dat ik daar toch altijd goed op moest kijken. Dus ik denk dat toch. Ga jij winnen? Nee, natuurlijk ga ik niet winnen. We moeten een beetje realistisch blijven. Hè? Zo sympathiek ben ik nu ook weer niet natuurlijk. En de Sims Award 2004 voor sympathiekste popster gaat naar Kate Ryan. Ik heb in het verleden al wel enkele awards gewonnen. Maar dat draait meestal om de buitenkant en dit draait om de binnenkant wie ik ben en niet om wat ik doe. Dus dat is voor mij toch wel speciaal. Dat ik filmacteur was, daar was ik al langer achter gekomen, maar sympathiek, dat deed me eigenlijk een beetje pijn. Het is nooit mijn bedoeling geweest om in die categorie te verzeilen. Ik heb er bijzonder veel moeite mee om sympathiek te zijn. Niet tegen de mensen die ik goed ken, maar zo tegen de wildvreemden is dat al wel eens lastig.
Ga jij winnen? Ik denk het wel. De sympathiekste filmster is Tom van Landuit. De grap van, ja, ik zal hem wel winnen zeker of zo, is gewoon uitgekomen, maar ik had het echt niet verwacht. Ja, en dan word ik waarschijnlijk zo dan vereeuwigd in een Sims-game, heb ik mij al laten vertellen. Stel je voor, zeg, dan kun jij spelen met mijn voeten.